Hey, hallo dames en heren, we staan hier in Flesh & Bones in België bij de 6e editie van de Fans Shop Riot. Vandaag op de zaterdag worden de 3 best tricks gehouden op 3 verschillende obstakels. Waarbij bij elk obstakel wordt er €400 weggegeven. We gaan even kijken wie er met die €400 vandoor gaan. Burnside stuntteam paraat in België. Hoe gaat het verder? Ja, het gaat super. Het gaat er goed. We hebben net mooi gestunt, best trick. Alleen alles een beetje buiten tijd geland en zo. Maar er wordt veel stevig skate. En maar 1 prijs voor 1 eerste plek. Ja, gewoon al ingaan toch? Ja, bokwaald. Vanavond hoor ik bowlen. Ja, gek. Ik heb geoefend. Ja. Ben je goed? Ik was 1 keer echt fucking goed. Had gewoon 6 strikes achter elkaar en de keer daarna bakte ik er helemaal niks van. Dus we zullen het zien. There should be a party tonight. What you gonna do with the ladies? Oh, I don't know about that. Yeah, but we are gonna party for sure. I don't know, man. So many good teams. I don't know. Everyone can win this, you know. Only the Swedes are disqualified, I guess. Really? What happened? They trashed the hotel room. Oh, I didn't know about that. Shit happens, man. Fuck. We staan hier in Aals met Barre, host van de wedstrijd. Hoe gaat het tot nu toe? Wordt er een beetje goed geskaten? Ja, super hè. Ongelooflijk, maar dat was ook wel te verwachten. Dus ik bedoel, daar twijfel ik niet aan. Maar het gaat, ik ben blij dat ik MC ben in die jury, want die mannen hebben het waarschijnlijk veel moeilijker dan ik. Wat gaan we vanavond doen? Vanavond gaan we vooral het hotel niet afbreken, want dat is gisteravond al gebeurd. Dus vanavond gaan we gaan hier dadelijk nog een barbecue houden, denk ik. Prize giving, eerst en vooral, van de best trick. Barbecue, biertjes drinken. Pintjes, zoals we zeggen. Ik probeer de mannen te overtuigen van niet aan de Westmalles en de Duvels en de Kermeliets te beginnen. Want daarvoor zijn deze gasten niet klaar. Daarvoor moet je een beetje meer geïntegreerd zijn, blijkbaar. Triples. Dat is triple fun, maar triple afzien de volgende dag, natuurlijk. Ja. Ja, we zullen zien. Ken het, er zullen zeker mannen zijn die vanavond zwaar feestje gaan bouwen, die morgen shit gaan zijn. Of misschien juist niet en daardoor nog zottere dingen gaan proberen. Dus we zien het wel morgen, maar het belooft in ieder geval. Ja, we gaan het morgen zien.